Ik kan in ieder geval beginnen met u allen welkom te heten. En volgens mij hebben ze nog een verrassing voor ons in bed, of niet? Dat kan alleen Fortuna. De jongens goed en wit. Voor ons hier in het zuiden. De club wat ik in zit. Dat kan alleen Fortuna. Zo'n club is er maar één. Het zijn de stoere knapen van de wereldstad Verleen. En Hans ken ik als een heel bevlogen mens. En als hij ergens over praat, dan praat hij altijd met heel zijn lichaam en vol met passie en heroïek. En hij heeft dus ook wel gevoel voor plek en ruimte. Vandaar dat deze voorstelling ook hier is. Een plek die hem heel dierbaar is. Deze film die komt volgende week, komt die bij Fox Sports op de tv, dan is het echt een première. Maar hij is nu ter beschikking gesteld door Fortuna Sittard en Fox Sports om hier een soort voorvertoning aan u te laten zien. Nou, dan wil ik graag even een aantal mensen op het podium hebben. Ik begin met hier vooraan Koos, zou je even naar boven willen komen. Ik zou graag Willem Vissers naar boven willen hebben. Bernard en Kai, de filmmakers. En de vertegenwoordiger van de gemeente Sittard Geleen. Ik heb gezien, volgens mij is wethouder sportzaken, meneer Bessems, aanwezig. Voor u, dit is Koos. Dag Willem. Dit is Koos en Koos zit nu ook nog bij Fortuna naast me. Je mag Koos met rechte Fortuna 54 historicus noemen. Maar ik ga niet beginnen met Koos, want als je hem de microfoon geeft, krijg je hem niet meer terug. Dan hebben we hier Willem Vissers, u misschien bekend van Fox Sports, omdat hij daar de wedstrijd analyseert, maar hij is ook gewoon sportjournalist bij de Volkskrant. Ik loop even door. Dit is Kai Tiho, zeg ik dat goed, en Bernard Krikke. Jullie hebben de documentaire gemaakt en samengesteld, dus ik ga ook even aan jullie voorbij. Want zoals het hoort, beginnen we natuurlijk met de gemeente. De gemeente Sittard Geleen. En aanwezig is de heer Bessems, en u bent wethouder sportzaken. Mag ik u een vraag stellen of wilt u iets vertellen? Beide man. Nou, mijn vraag is dan, wat heeft u met Fortuna 54? Ik woon op dit moment in de Dr. Nolenslaan in Geleen, 250 meter van de ingang van het voormalige stadion. De heilige grond, daar waar het ooit begon. En voor mij is Fortuna 54 het symbool voor het grote elan en de dynamiek die we in het verleden in Geleen hebben gezien. En nog steeds hier proeven en ook voelen hier vanavond. Mooi. Wil u nog iets toevoegen? Of? Als u mij even toestemt. Wij kalt hier geen plat. Dan kunt u vast aan uw buurman vragen, want die zijn heel aardig doorgaans hier in de buurt om het te vertalen. Goedenavond allemaal. Wat is het weer schoon om hier te zijn? Wij herinneren zich nog de laatste keer dat het hier hoor. Ik herinner het mij nog. De eerste keer dat ik hier hoor, hier op dit podium, dat hoor in 1967, tijdens de kengerzitting van de Vlaars. En wat toch gebeurde? Minenonk Albert speelde toen met zijn vriendje van de Friedrich Middenclub, die in Terminus Vuil oefende. Terminus waren een zeer interessante kroeg hierop. En die speelde hier en ik hoor hier verkleid als indiaan in de zaal. Ik woon nu hierop. En ik hoor naar boven geroepen om op de trampoline te springen. En dat deed ik blijkbaar zo goed. En toen heb ik deze medaille gekregen. En ik heb ze naar nummer 1967. Ik ben nog 60. Of je niet rekenen. Vanavond is dat weer zo beet. Ik stond hier maar neer als een indiaan en weer geruitst tot achter de oren. En ik word toen blij met de medaille en hoe stond hier dan als wethouder van Sittard Geleen. Dat is een jong van Geleen. En ik vind het fantastisch over wat hier allemaal nog weer neer is gezet. Hier in de Roxy. Twee goed verkochte avonden over Fortuna 54. En dat is net als de Maurits, als Pinkpop, de Eaters, VNL, Brightlands op dit moment. Dat zijn allemaal dingen die laten zien hoe toever hier gestoord zijn.
dat wat ons raakt, dat wat ons boeit en datgene wat ons ook uniek maakt. En dan vanavond en morgen twee uitvoeringen, volledig uitverkocht hoes van een fantastische nieuwe documentaire. Ik kan alleen maar weer trots zijn. In een eerder documentaire van Fox heeft de huidige voorzitter van Fortuna, Istan Gun, heeft toen de wijze woord gesproken dat de waarde van een club dat bepaald wordt door de geschiedenis van een club. Dus vergeet nooit hoe ze vandaan komt en vergeet nooit wat die identiteit is. Een gemeente een heel groot compliment dan ook voor de initiatiefnummers die deze geschiedenis met levend houden. En ook om dit soort avonden hier vanavond te organiseren en te vertellen over die roemruchte geschiedenis van Fortuna 54, over Egidius Joosten en al die waarvan je dadelijk nog meer gaat horen. Het vult hier dan ook, hier in de Roxy, onze oude tempel, dat het nog steeds leeft. En ongetwijfeld zal Willem, zal heel veel van dat levend materiaal wat er uit de historie heeft opgeduikend, doen niet zo. Maar het zal hem geïnspireerd hebben tot het maken van een fantastische documentaire, hoor hem dadelijk zien. Er zijn nu hier die live in het verleden de wedstrijden tegen, noem het eens op, koos de wedstrijd allemaal. Ja, tegen wij zijn allemaal gespeeld draaien. Dat gaan we dus nu niet doen, maar ook over Cor van de Hart. Over Cor van de Hart, we gaan het anders zien dadelijk. We zijn hier letterlijk onderdeel van de geschiedenis van 54. Dames en heren, die ook hier haaien willen zijn, maar nu niet kennen zijn, omdat ze ons al ontvallen zijn, die vullen we toch hier vanavond in de Roxy. Ik hou het weer kort. Initiatiefnummers bedankt. Hans Donners, ik ken hem nog, van wie we samen op de Lerker Short zitten. Dat kreeg een paardgek. Dan hebben ze ook een liedje gemaakt ooit. Zo gek wie een paard. Willem Vissers, bedankt. En hoe had je eigenlijk willen afsluiten met een stuk hoe de liedje dat in het verleden gezongen is door Schein de Arbeids, geschreven door Schein de Arbeids en gezongen door Cor van de Hart. Dat was jullie beter koos voetballen dan zingen. Maar het meest belangrijke woord, woord erin of zinke zal ik herhalen, je hebt het net gehoord. Het zijn de stoere knapen van de wereldstad Gelen. Veel plezier vanavond en ik zou zeggen samen naar voren. Dit zijn de mensen die die documentaire gemaakt hebben. Je bent de cameraman en jij hebt de opdracht gekregen om dat te maken. En je kreeg die opdracht. En toen? Toen dacht ik hier. Ik was al blij dat Fortuna weer terug was in de Eredivisie. Ik ben getrouwd met een Limburgse en heb daar toch wel iets meer affiniteit met de club. Gesproken over de twee documentaires die we zouden gaan maken. Eentje moest gaan over de herrijzenis van Fortuna Sittard. Club langzaam weer terug kon komen en uiteindelijk promoveren. En de ander zou gaan over de historie. En aanvankelijk dacht Kai en ik, nou, dat historische verhaal, dat moet eigenlijk maar de korte documentaire worden. 23 minuten is waarschijnlijk wel genoeg. Toen begonnen we langzaam door te krijgen dat hier eigenlijk zoveel lag in de, nou ja, ik zou zeggen niet alleen de catacomben, maar de verborgen archieven eigenlijk. Dat we al vrij snel hebben voorgesteld aan Fortuna Sittard, wij gaan het omdraaien. We maken het korte verhaal over die terugkeer. Fantastisch hoe de club nu weer het helemaal doet en gezond is. Maar het lange verhaal, dat moet over Fortuna 54. En ik kan u vertellen, 47 minuten is op zich voor een documentaire best lang. Ik maak nu 25 jaar documentaires en deze lengte, dan weet je dat je meerdere lagen moet gaan maken, dieper moet gaan graven. Nou ja. Ik kan u vertellen, uiteindelijk, helaas, zijn er ook een paar mensen die we geïnterviewd hebben die niet in de documentaire zitten. Omdat er zoveel te vinden is, dat we eigenlijk tegen Fox hebben gezegd, we zouden misschien wel een tweede documentaire moeten maken. Toen zeiden ze, dat is een goed idee, laten we beginnen met de eerste. En als die in goede aarde valt, dan komt er misschien nog wel een tweede. En zo is het begonnen. Kai is niet alleen mijn cameraman, maar ook de man met wie ik het monteer. Vertellen het verhaal echt samen. En Willem heeft zichzelf beschikbaar durven stellen aan ons om
met ons op reis te gaan door Limburg om uiteindelijk het verhaal te vertellen. En dat wij hier staan in de Roxy. Aanvankelijk dacht ik dat Hans Donders de Roxy in Amsterdam bedoelde toen hij zei ik ga hem opengooien. Daar kwam ik vroeger best regelmatig, dus ik zag wel weer wat visioenen. Maar ik moet zeggen dat dit nog een veel mooiere Roxy is dan die in Amsterdam. Dus ik ben vereerd dat jullie hier staan. Mooi, dankjewel. Ja Willem, je bent al een aantal keren genoemd. Ja, dat verbaast je toch niet, hè? We mogen ook in Limburgs wat gebeuren. Wilt ze in Limburgs kallen? In de wetenschap dat misschien een aantal jullie niet verstaan, maar ondertiteling als er op Fox komt. Nee, ik kom uit Eich, dus het is een kilometer 20 hier vandaan. En ik woon ruim 30 jaar, niet meer in Eich. Maar ik vind het altijd nog leuk om in Limburg te komen en ik kan elke dag naar Limburgs voor mijn vrouw gebogen Eich. Dus het is een paar jaar pijntje. Dus weer zin, al jongen bij heen. En Limburgs kallen is het begin beloofd. Nou, ik heb je opgeschreven. Die kunstveuren de documentaire. Ja, ze worden dus de Limburgse verteller. Het woord Fox Gerard, vond je ze leuk om je met de ogen met Fortuna hebt. Ik ben eind jaren 70, ik ben van Fortuna 54, ik ben nog te jong. Maar ik heb wel dus eind jaren 79, begin jaren 80, word ik fan van Fortuna. Ik ging met mijn jongens van Rios, ik voetbalde weer Rios. En dan gingen we altijd op zaterdag, gingen we met de trein, gingen we weer naar Zetterdijk naar de toetswedstrijden. En af en toe ging ik ook een hoedwedstrijd met Tifa, Rob Hunting en Tini Ruijs, Hans Engbersen, Joop Tietelen, Joop van Dalen, Bram Gelman, noem ze allemaal maar op. Dus we waren eigenlijk top eerste divisie. En dat vond je wel geweldig leuk, dus we gingen smiddags met de A-jeugd voor Rios voetballen. En dan gingen we zaterdag, gingen we naar Fortuna. En daarna gingen we nog naar de discotheek Spee in Eich. En dan keken of er nog meisjes ervoor horen en dan gingen we nog even met dansen. Nou, dan worden we nog even later. Die is wel jonger dan niks, ja. En ik ben ook bij de Limburger, Sint Giel Hendricks. Vind ik eigenlijk leuk dat hij hier is. Hij is eigenlijk mijn eerste mentor bij de Limburger geweest. En daar ben ik ook als medewerker begonnen. En mijn allereerste interview met een geworden speler, dat was met René Maassen. En ik mocht met Theo Vaas met. En Theo zei, ik zeg verder jammer niks, het interview is van dich. Maar gewoon 5 minuten bezig, ging Theo zit een beetje met bemeunen, wie het eigenlijk was. En dan kwam ook niet aan de computer ging zitten, kwam er de kop al erboven zetten. Dus verder ging tikken, en mijn eerste interview met een profvoetballer. Dan kwam Theo zeggen, het maakt niet goed wat ze tikt, maar dit moet de kop zijn. Dus dat wil eigenlijk ook Theo en Giel, veel bij café de bobbel in mijn streepje zetten, dus dat ken ik wel voor je. Ik drink geen bier, dus dat wordt wel best een elastige. Ja, ze hebben ook limonade waarschijnlijk. Goed. Ja, een moeilijke auto. Zijn Cadillac uit de jaren 50 hebben ze gehuurd. Nou, het horen is toen een ver en het was echt moeilijk rijden, want er zit geen stuurbekrachtiging op. En er zit geen remde in ook niet. Dus ik heb best wel een gevaarlijke tour op moeten halen. Vooral omdat ze allemaal ook mooie pleintjes in de natuur willen maken. Dus dan moest ik op allerlei bospaden nog gaan rijden. En dan moest ik toch keren. En met zoiets dat ze dan moest stijgen om de wagen op te draaien zonder stuurbekrachtiging. Het wordt donker. Dus, ik heb het gehad. En geen de tomtom, hè? Geen de tomtom. Ik ben één keer rollig van de wagen, ik word ergens geweest, ik moest een rondje maken, dan word ik verdwaald. Geen de tomtom. Ik word niet gedoemd, nu kom je nog terug, zo heb je dat Fortuna Park, waar vroeger het stadion is geweest. Dan zat ik met die mannetjes op de bank, ik word verdwaald. Toen heb ik een man gewend, een boete in de tuin stond, gevraagd, ja, wie moet ik nog rijden? Ze zei, wacht, ik pak mijn auto even, dan rij je verder. Zo aardig zijn de mensen. Ja, en geleerd zijn ze heel aardig. Vooral om dicht zo snel mogelijk weg te lopen natuurlijk. Goed, Willem, dankjewel en geniet ervan. Dan kom ik bij de laatste, dat is Koos. Koos, ik heb ooit een stuk in de trompetredden toen nog geschreven. Dat ging over mijn pap, die ging altijd naar Fortuna. En als ik met hem over Fortuna 54 kalde, dan kreeg hij tranen in de ogen. En als ik met dich kalde over Fortuna 54, zie ik mijn pap terug. Dan zei ik ook in een mens die als er kalde voor den tijd, dat deed je met hem. En ik neem aan dat deze film ook gaat met zich zal doen. Nou, de passie is er wel, maar om door truintjes in de ogen te hebben, zo bieden ze dan niet. Maar ja, Fortuna 54, ik ben er eigenlijk met opgegroeid. En net zoveel als veel jullie hier zijn. Vroeger was Fortuna onder de jeugd, de club natuurlijk. Maar dat is het
door de stad wandelt, dan komt ze Wilkes tegen en Spits Koen en Van der Hart en Riemsers, ken je? Hey Spits, of Frans de Meuk, hey Frans, of Jantje Noordmans. Dan koest ze met Kalle en die eindigde over het Wilke en die zei, en had het schoot en dan ging ze weer door. Ach, dat was toch zo blij, hè. Komt ze toe, dat hebben ze nooit weer een goede dag gehad. Ik zag, vaas, Wilkes. Ja, nou, dat zal nu nog altijd zijn, met andere spelers, andere namen. Maar het was zo dichtbij vroeger. Ook als ze dat voetballen ging zieken, dan worden geen hekken, dan wordt niks te zot aan de witte streep aan het veld. In de corridor, bij de vlakken. Het was allemaal zo dichtbij, familiair. Nee, ik heb ze straks met Hans gekant. Hans zag als ze hier een boomhuis laten vallen. Dan was de Fortuna-familie maar weg. Want alles woonde wel in de buurt. Hè. Alles waar hij in de buurt had, auto's en de cafés waar ze kwamen en waar ze woonden. Ja. Enzovoort. Dus het waren wel hier gecentreerd. Ik was heel dichtbij, hij is ook de vuurverkoopadresse. Hij is van Verseveld, hij is in de Moritzlaan. De sigaren met zijn moritz en Pimi de pap en de mam. Die koos Sneijder sigarenwinkel, die tegenover op de Rijksweg. Ja, die spelen zich alles af en dan komen die keertjes en die worden die keertjes besteld. En dan is er een tribunekaart, dat wordt aangestrept, de nummers is verkocht. En mijn broer zit hier in Veurmig en we weten het nog, om de andere wijk moest de Veer het geld naar Fortuna brengen. Dat betekende, dan worden wedstrijden om 2:30 begroet, dan stopte de vuurverkoopadressen. Dan ging de pap of de man snel het geld tellen. Al die streepjes, hup, zoveel staanplaatsen, tribunekaarten, zitplaatsen. En dan rende Veer of Wim of ik met een zak geld in stof zo nog snel. Met de hele omzet. En dan komt ze door die poort en stond Jan Hamers. Met zo'n wat een gids. En hij zegt: ja, ik heb de versneders aan. Doorlopen. En dan ging hij door, dan rende hij door naar de tribune. Sorry, eerste helft neemt de pap in het geld. In de rust ging de pap dat geld opbrengen. Afgeven. En dan ging hij met mijn vriend zitten. Het is gewoon onvergetelijk, eerlijk. Die spanning. Maar ook de ergernis toen. Dat de man niet snel moet dat geld tellen wordt. Want dan miste ik de eerste kwartier. Ja, ja, dus het heeft heel leuk gelegen dat er later financiële problemen waren. Zeg maar. Je hebt altijd netjes een steentje afgedragen. Was wel, was wel. Hè. Ik zit nog op Adriaan zitten, de zoon van Huub en ook het Wilmer, zijn zuster. Rob, ja, we worden vriend, wat ik nu vertel. Ik weet, ze is al te knikken. Snap je, ik zie de herinneringen die hij ook. Het was zo klein allemaal en toch ook groot. Ja, zeker. Ja, zeker. Het is klein begonnen, maar het is over de hele wereld gegaan. Ja. De naam Fortuna 54. Nou, ik wil u verzoeken om weer een plaatje te nemen. We kunnen vooral genieten van een schone documentaire. Het had eigenlijk 54 minuten moeten duren, denk ik, zo'n documentaire. Het is langer gehad, maar de wet al heeft lang gesproken. Ja, ja, maar daarom hebben ze in de voort hebben ze zo'n interruptiemicrofoon eigenlijk. Altijd de politiek. Maar goed, in de pauze zal ik u nog wel eens even naar boven. Dan kan ze het weer vertellen. Oké, dankjewel heren. En geniet ervan. We hebben nog twee dingen voordat de tweede helft begint. Het eerste is dat ik even nog met Koos iets wil delen. Ik heb net met de broer van Koos gesproken, Wim. En ik stond ooit bij Wim in de zaak en zei die: jong, groen en geel samen voor Cup Night. Dat vond ik, dat is een hele sterke, dat heb ik ook onthouden, Wim. Ja, toen we die tentoonstelling bij jou in de zaak hebben. Maar Koos, je hebt een vat vol herinneringen. Je bent een vat vol herinneringen. En ik heb je gevraagd zo straks, duik er nou je mooiste herinnering eens naar boven. En je hebt gegarandeerd een verhaal. Dankjewel. Mag ik toch eerst even iets vertellen? En toch even daar, Joep Muren zit daar. Oud-voetballer van Maurits, is bij Fortuna geweest in de beginjaren. Gaat binnenkort 94 jaar worden. Hij is door zijn vrienden van de Fortuna Sittard-veteranen gehaald thuis. Wordt straks weer teruggebracht. Ik zou het fantastisch vinden, dames en heren. Bij de 94 jaar, Joep Muren! Zeker, Joep. Klasse. Hij staat sneller van de bank op dan mini voetballer als hij gewisseld moet worden. Ook een woord van welkom van Victor, die oude voetballers van Fortuna allemaal. Uit mijn streek,
Kusters, ja, van alles zit er bij elkaar. Zef Hoorzelt, Bert van der Wal, Racing White is er gegaan, et cetera, et cetera. Dames en heren, een herinnering. Oh, ik wil een herinnering vertellen. Morgen in het plot, Bernard, jij als filmmaker, versta je een beetje Limburgs. Heb je geleerd hier, hè? En je bent getrouwd met een vrouwtje uit Haarlem. Goed zo. Dames en heren, een herinnering. Ik zal het nooit vergeten. Op een mooie zomerdag zaten we op jouw stoes op het balkon. En natuurlijk zaten we allemaal te luisteren langs de lijn. Door die wedstrijdreportages van de voetbalwedstrijd in ieder geval in gang worden. En om 4:05 kwam dan Frits van Turenhout. En hij zag dan, en hier staat Frits van Turenhout met de uitslagen van de Eredivisie. Weet je nog? Feyenoord, PSV, 2-0. Sparta, Rapid JC, 0-0. Zo kalde hij. Op een van die middagen zaten we dus boven op het balkon, op het terras met de pap en de man en de familie, het gezin. En dan luisterde naar de radio. Ajax tegen Fortuna 54. Het wordt 3-0 voor Ajax en er wordt een kwartier te spelen. Toen nu in het stadion in Amsterdam, de eigen supporters, die gingen al hevig. We hebben het gezien nog, ja, wat moet er nog gebeuren? Fortuna wordt helemaal opgerold. We hebben toch geen kans hier. Als het nog 4 of 5-0 wordt, ach, interesseert ons. We gaan naar huis. Een kwartier voor tijd maakt Fortuna 3-1. 10 minuten voor tijd maakt Fortuna 3-2. Het werd toch het onrustig in het Amsterdamse stadion. Stadion De Meer wordt dat. Kostte 30.000 mannen. 5 minuten voor tijd, ja, Fortuna maakt 3-3. Het is echt waar, dames en heren. Het wonder van Amsterdam was in de maak. Een paar minuten voor tijd maakt Jan Notermans. Zijn echtgenoot is aanwezig hier. Maakt Jan Notermans 3-4. Het wordt te gek. Eerlijk, het feest begon toes op dat balkonnetje. En ik denk, vooral in geleden, nu kost het niet geloven. Dan komen die Amsterdammers, die eerder naar Hoesborgen gingen, die zaten de radio aan om 4:30 en die zachten uitslagen. Nou, wat is er geworden? 7-0. Ajax Fortuna, Frits van Turenhout, 3-4. Ja, dames en heren, stilte in Amsterdam. Dit wou ik vertellen. Dit is het wonder van Fortuna 54, een van de vele wonders en voor mij persoonlijk een van de mooiste herinneringen. Akkoord! De tweede verrassing, nu werd er in actie gezet. Ik moet even naar achteren. Het lied van Fortuna kunt je met gaan zingen. Karaoke, de tekst kun je te zien, maar we willen het hier allemaal horen. Laat gaan. Maar dit in zit, dat
een club denkt makkelijk te winnen. Dan gaan onze jongens pas beginnen. Ze laten zich de zegen niet ontgaan. Fortuna weet haar mannetje te staan. Dat kan alleen Fortuna. De jongens van Groen-Wit. Voor ons hier in het zuiden. De club waar Pit in zit. Dat kan alleen Fortuna. Zo'n club is er maar één.